Station Ede-Wageningen wordt vernieuwd. Ook het omliggende gebied wordt flink aangepakt. Het station wordt klaargemaakt voor de toekomst. We vroegen inwoners van Ede naar hun reactie op het ontwerp van het nieuwe station. Nou ja, het ziet er echt fantastisch uit. Het oude is losgelaten en van alle plannen denk ik dat dit wel het beste eruit komt. Ik vind het ontwerp heel mooi, uitgezonderd de hoge toren. Maar goed, dat is een kwestie van persoonlijke smaak, denk ik. Ik vind hem fantastisch. Ik vind het een prachtig ontwerp. En ik vind ook de toren heel erg mooi gekozen. Dit zijn mijn eerste beelden, eerste indrukken ook. En wat me direct opvalt, dat is het hele lichte. Er zijn heel veel natuurlijke materialen in verwerkt, denk ik. En ik vind het heel indrukwekkend met zo'n enorme toren ook. Op zich is het een heel mooi plan. Ede zal daar erg mee vooruit gaan. Voor onszelf moeten er nog de nodige puntjes op de i gezet worden. Maar er is tot nog toe een goede communicatie. En dat is in dit traject wel heel erg fijn dat we vanaf het begin erbij betrokken zijn. Naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden van het nieuwe station Ede-Wageningen eind 2018 of begin 2019. En is het nieuwe station Ede-Wageningen eind 2021 klaar.